Ja, maar Wilfred, we zitten zonder regering en jij zit te leuteren over Polonaise. Ja. Hè? Weet je wie we wel uitnodigen? Nou. Want daar heb ik me de afgelopen dagen erg zorgen over gemaakt. Dat heb ik me niet gerealiseerd. Maar de afgelopen weken heeft de hysterica Fleur Agema mee zitten lullen over onze toekomst. Oh, dat is waar, en dat ook. Wil toch niemand? Ja. Laten we naar godsnaam blij zijn dat we dat, van dat zootje verlost zijn, zeg. Dan heb ik nog liever die linkse demagogen die nu het plotseling uitgevonden hebben. Oh, oké. Okay. Dus Geert, dat die opstapt en dat vind je eigenlijk wel voor, op dit moment een crisis? Dat is toch een zegen voor het land dat Fleur Agema over onze toekomst. Toekomst gaat. Heb je over... gehad met Fleur of zo? Ik vind het zo'n raar hysterisch wijf. En het... Hoe is het dan mogelijk dat dat soort lichtgewichten doordringen tot een tafel in het katshuis? Ja, moet er niet gekker worden. Ze moest ook overal om huilen, las ik in de analyse in de krant. Huilend weggegaan, ja. Ja. Maar daar moet ze die cd's op zetten, dan haalt ze wel een tijdje door. Ja. Ja. Ja.